Voor wie mooi zijn eigen stoepje veegt, is er niks aan de hand. Want wie niks te verbergen heeft, die komt niet in de krant. Dan heb je snode plannen tegen onze veiligheid. Word je in het sleepwet opgeslagen, samen met jou en mij. Laten we beginnen met Finn. Waarom noemen ze de WIF de sleepwet? Sleepwet is een visserster. We gooien een net uit, dan komen er heel veel vissen in en het liefst hebben we wat vissen die we heel graag willen verkopen. In dit geval gaat het niet om verkopen, maar wij willen terroristen vangen. De hoop is dat als we maar die sleepnetten uitgooien, dat we dan maar ergens hier en daar een terroristje zullen gaan vangen. Dat is in ieder geval waarom wij het nu de sleepwet noemen. De WIF. Wet inlichting en veiligheidsdiensten. De overheid heeft ons gevraagd voor onze mening. Voorafgaand aan deze wet hebben we een internetconsultatieronde gehad. Dat geeft de overheid, die vraagt dan aan ons van, hey joh, kun je hierover je mening geven? Daar hebben we met z'n allen hebben we dat gedaan. Er zijn 557 reacties opgekomen. Ongekend voor een internetconsultatieronde. Dat gebeurt eigenlijk nooit met deze aantallen. Wat is ermee gebeurd? Ja, ik herken het niet terug in de wet die we nu hebben. De opmerkingen die zijn niet meegenomen en dat waren niet van de minste. Het was ook bijvoorbeeld de Raad van State, het hoogste orgaan binnen de overheid, die de overheid advies zou moeten geven. Niks mee gebeurd. Hier heeft de Universiteit van Tilburg, die heeft hier ook wat onderzoek naar gedaan. Die heeft ook gekeken van, hey, hoe zit die wet in elkaar? Wil je zelf weten van, wat zijn de voor- en de tegens? Het is gewoon beschikbaar, je kan het gewoon downloaden van hun website. Hartstikke handig om te weten. Hier had ik het net al over in mijn voorstukje. Wit is inmiddels actief. Hij is al door de Eerste Kamer, hij is al gepubliceerd in de Staatsblad. 26 juli 2017. En hij had eigenlijk al in moeten gaan, maar dat is nog niet het geval. Er spelen nog wat dingetjes en in mei gaat hij uiteindelijk wel in werking. Waarom is de WIFR? Ja, we hadden een inlichting- en veiligheidsdienst. We hadden daar een wet voor, die kwam uit 2002. En eigenlijk voldeed hij gewoon niet meer. Technologie is benieuwd. Er zijn nieuwe dingetjes. En ja, goed. Hij voldeed niet. Dus moest er een nieuwe komen. Nu hebben we een WIF. En daar is onafhankelijke toetsing vooraf. Dat noemen we de TIB. Het is een dingetje dat eigenlijk controleert. Heeft die minister volgens de wet gehandeld? Is dit verzoek dat we nu hebben ingediend, klopt dat? Is dat wettelijk mogelijk? En ik moet je heel eerlijk zeggen, volgens de wet is er een heleboel mogelijk. En ze mogen niet zeggen, nou, dit vinden we te ver gaan. Dus ze mogen alleen zeggen, volgens wettelijk gezien mag dit wat jij doet. En dan hebben we wel achteraf een toezicht. Een toezichtshouder, dat heet de CTIVD. En de CTIVD die mag eigenlijk alleen tegen de minister zeggen, hey joh, TIB die heeft toestemming gegeven. Wij zien hier dit nu allemaal gebeuren. Zijn we niet zo heel erg oké mee? Kan je hiermee stoppen? En dan kan de minister zeggen, nou ja, ik weet het niet. Ik vind het eigenlijk wel handig dat we dit doen. Laten we dat gewoon negeren. En dat mag de minister. De minister blijft eindverantwoordelijk, ongeacht welke toezichtshouders we hebben. En vervolgens krijg je dit te horen. Overal en nergens. Ik bedoel, Bertelé, baas AIVD, die blijft mij zeggen, nou, als deze wet niet doorgaat, dan komen er terroristische aanslagen. Moet je heel eerlijk zeggen, er zijn altijd terroristische aanslagen geweest. Al honderden jaren geleden. En over 100 jaar zullen ze er ook nog komen. Houdt deze wet ze tegen? Ik denk het niet. Een van de meest beveiligde landen ter wereld, dat is Israël. Israël staat een heel groot hek omheen, doen ze hun etnisch profileren. En nog lukt het ze niet om terroristische aanslagen tegen te houden. Meest beveiligde land ter wereld, en dat lukt ze niet. Maar, dan hebben we onze rechten weggegeven met deze wet. En nu? Hoe vind je dus die speld? Hoe vind je die terrorist in een hooiberg? Eigenlijk heel lastig. Wij kunnen beter met gericht onderzoek werken. Bijvoorbeeld bij de Boston bombing. Hebben de Russen aangegeven, de Russische intelligentiediensten hebben gezegd, dit is een gevaarlijke persoon. Let hierop. De Amerikaanse dienst dacht, nou ja, zal wel. En we weten met Snowden wat Amerika allemaal kan doen. Die hebben dat ook niet tegen kunnen houden. Hoe vind je die speld in de hooiberg? Nou, in ieder geval niet met een hele grote hooiberg. Ga een gericht onderzoek doen. En dan zie je dit. Boston-bombing was niet het enige voorbeeld. Bij Duitsland, Stockholm, de Orlando, de Thalys, Londen. Zelfs in Nederland
wanneer een Israëlier rondlopen, werd erkend tijdens een bijeenkomst over toevallig IS. Maar goed, we zijn nu allemaal in beeld en nu zitten we dus met een WIF. Wij hebben onze burgerrechten weggegeven. We hebben gezegd, je mag alles binnentrekken in de hoop dat we ergens terroristen hebben. De realiteit is, het werkt niet zo heel erg goed. We hebben wel al onze rechten weggegeven. Wij mogen nu allemaal, of eigenlijk de overheidsdiensten, de geheime diensten, die mogen nu al onze gegevens binnentrekken in de hoop ergens iets te vangen. Mogen ze niet helemaal zomaar, ze mogen niet heel Nederland vangen. Maar ze mogen wel zeggen, nou ja, we verwachten dat in de Schilderswijk in Den Haag, dat daar een terrorist rondloopt. Dan pakken we heel Schilderswijk. Hé joh, daar zitten wel wat linkjes naar anderen. In de wijk in Amsterdam, nou, pakken we die wijk ook heel even voor de zekerheid. In die wijk gebeurt ook weer wat. En dan gaan we naar Leeuwarden toe. Dat is ook het voorbeeld dat ik vandaag in de krant zei. Het kan allemaal. En opeens heb je half Nederland die in die steenvet zit. Ik een ander voorbeeldje, wat er kan gebeuren met die data. Dat heet SIRI, een systeemrisico indicatie. Dat zit in wet SIRI. Dat is om fraude te bestrijden. De Belastingdienst gebruikt het. De Belastingdienst, die zei erover, ja, er is eigenlijk niets dat de Belastingdienst niet mag inzien. Het enige wat de Belastingdienst niet mocht inzien was medische gegevens. Dat mag met de WIF trouwens weer wel. En ja, wat gebeurde er met die data? We hebben allemaal kunnen lezen in Zembla, dat was de bloedkamer, heette dat nu. Toen. Nu heet dat Data and Analytics, maar toen heette het de bloedkamer. Ik denk dat er een beetje een vieze naapje aan de bloedkamer was gekomen. Maar goed. Onze gegevens staan op straat. We hebben er onderzoek naar gedaan bij de overheid. Van, hé joh, wat is er met die gegevens gebeurd? De realiteit is, ja, ze weten het niet. Ze weten het niet. Er is een onderzoek geweest en er staat letterlijk in het rapport, er was geen login. We weten niet of welke gegevens op een USB-stick zijn gezet. We weten dat er gegevens op een USB-stick zijn gezet. Dat konden ze weer wel loggen, omdat ze konden loggen wanneer een USB-stick erin gezet werd. Maar wat erop staat, geen idee. Er kan ergens in Nederland nu een USB-stick zitten met al onze gegevens zonder dat we dat weten. Hoe lang speelt het al? We hebben nu een spionagesysteem, die hebben we al. In 2014 is dit besteld. 2013 was de kogel door de kerk, 2014 hebben we het systeem besteld. Dat systeem dat heet Argo 2. Argo 2 dat rijdt nu bij de militaire inlichtingendiensten. Is gewoon actief. Maar als je hier kijkt, dan zijn ze hier al sinds 2011 mee bezig. WIF is pas net ingegaan. Hoe kan dat? Het is nog een verboden spionagesysteem. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben een module opgezet. Ze hebben gezegd, ja, we hebben wel dat systeem, maar nu wijken we gegevens af en dan is het wat minder erg. Maar er zit in Nederland op dit moment zat er een spionagesysteem voor de PIA, die breidde al, waarmee ze alle gegevens konden analyseren. En vooruitlopend op wetgeving. We hadden nog geen wet, maar we bestellen het wel alvast. En dan zie je eigenlijk dat de overheid al heel lang bezig was om dit er gewoon doorheen te halen. Ja, wat kan de overheid allemaal? De overheid kan met deze wet ook hacken. En dat maakt ons systeem onveilig. Want in plaats van dat ze onze systemen veiliger maken, zeggen ze, nou, deze beveiligingslek vinden wij wel zelf heel erg fijn. Want daarmee kunnen we in je computer komen. Dat heet dan zero days. Zero days, dat zijn eigenlijk beveiligingslekken, die zijn nog niet ontdekt. Ja, wat kan je daarmee? Een hele hoop. Je maakt daar niet alleen onze eigen systemen mee onveiliger, maar bijvoorbeeld ook van ons water. Wij weten niet wat er met onze watersystemen gebeuren. En die kunnen ook beïnvloed worden door elektronica. Ons water kan onveilig worden doordat wij bepaalde dingetjes niet meer in het water stoppen, waardoor we allemaal vergiftigd worden. En dat kan ook gebeuren als wij beveiligingslekken achterhouden. En wij gaan nu expliciet beveiligingslekken achterhouden. Ja? Wat een zero day is? Een zero day. Een zero day is een exploit, dat is een beveiligingslek. Die is nog niet ontdekt. Dus, wat is een zero-day precies? Er zijn een paar groepjes hackers actief. En die hebben een beveiligingslek gevonden, die is nog nergens ontdekt. Niemand weet er nog van. Zelfs de leverancier van het product in kwestie weet er niet van. En daar is dus ook geen beveiliging voor. Want er is dat stukje code, dat is nog niet gerepareerd. Ik heb liever dat op het moment dat de AIVD erachter komt, dat Windows 10 een beveiligingslek heeft waarmee je in je computer kan komen, door je bestanden heen kan snuffelen,
en aanpassingen kan doen aan je computer. Dat ze dan aangeven aan Microsoft van, hey joh, Microsoft, dit is best wel een probleem, fix het even. In plaats van daarvan zeggen ze, hey joh, dit is wel een leuk probleem. Dan kunnen we al die computers infecteren en dan kunnen we zelf insnuffelen. Beetje jammer. Wat gaat er nog meer kapot? Ons medisch beroepsgeheim gaat er ook aan. De AIVD, de MIVD, mag gewoon in onze medische gegevens zitten. Ik doneer bijvoorbeeld zelf bloed, dus mijn bloed mogen ze ook analyseren. Mijn DNA mogen ze gewoon in de database neerzetten. Maar dat niet alleen, ook als jij bijvoorbeeld bij een psycholoog bent. Er is gewoon een database, daarin worden alle problemen die bij je psycholoog meegeeft, worden onder de code weggeschreven. Die code kunnen ze gewoon opzoeken. En als jij dan bijvoorbeeld ergens zit bij een psycholoog met een probleem, ja goed, ze kunnen je er uiteindelijk mee pakken. En dat maakt je chantabel. De overheid mag ook gewoon al jouw DNA opslaan. Onschuldig, schuldig, maakt niet uit. Dat doen ze dan voor het principe. Mocht er ergens een terroristische aanslag zijn en mochten ze niet ontdekken wie erachter zit, kunnen ze via DNA-onderzoek kunnen ze achterhalen wie erachter zit. Ik weet niet of je het weet, maar op het moment dat het een terroristische aanslag is, vinden ze altijd het paspoort of het identiteitsbewijs terug. Waarom is dat? Een terrorist die wil juist de wereld laten weten, dit heb ik gedaan, omdat ik dit vind. Die gaat niet stiekem iets doen en zichzelf opblazen en dan zeggen van, nou, zoek maar uit waarom ik het gedaan heb. Dat doen ze niet. Dus die hele DNA-databank, ik weet niet waarvoor ze het willen hebben, maar ze mogen al jouw DNA opslaan voor 30 jaar. Voor iedereen. Schuldig, onschuldig. Maakt helemaal niet uit. Ze mogen het ook opvragen van de politie, ze mogen samenwerken. Ze mogen zelfs het ziekenhuis hacken en daar je DNA ophalen, mits ze daar toestemming voor krijgen. In de wet is eigenlijk heel weinig afgeschermd hiervoor. Sterker nog, het onderwerp in de wet zelf is er letterlijk enkele pagina's lang, wat ze allemaal wel en niet mogen hacken en wat ze allemaal wel en niet mogen opslaan. Bronbescherming voor journalisten gaat er ook aan. Want jij kan niet meer anoniem praten met een journalist. Ik heb een probleem, ik wil naar een journalist toe en ik wil zeggen, hey, dit heb ik ontdekt. Kan niet meer. Want de AIVD die kan gewoon reactief kijken. Nou ja, wie heeft er allemaal met die journalist gesproken? Nou, dat kan er maar één zijn. Opgepakt en dat zorgt ervoor dat jij niet meer heel erg snel naar je journalist toe gaat. Ja, goed. Dat heb je net anders onder controle. Is het ook weer weg. Lastig een democratie te houden. Ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon te zeggen, Dit gaat allemaal te ver en laten we hier gewoon mee stoppen. Daarvoor hebben we nu een referendum. Het referendum dat zorgt ervoor dat wij een keuze hebben om hier te zeggen van, hé joh, wat je nu gaat doen, dat gaat echt te ver. Daarnaast, wat gebeurt er met deze gegevens? Want deze gegevens die mogen ook gewoon ongefilterd naar andere landen toe. De AIVD die zit aan beperkingen, maar een van de weinige beperkingen die ze niet hebben is, ik heb hier een bak met gegevens. Ik heb er nog niet in gekeken, ik weet nog niet wat erin zit. Het is van de Schilderswijk, ik heb het 3 jaar lang opgeslagen, want ik mag het 3 jaar lang opslaan. Ik mag bepaalde dingen niet doen. Weet je wat, ik geef het gewoon aan Amerika. Ik zeg, hey Amerika, hier heb je mijn bak met data, doe ermee wat je wil. En een maand later krijg ik van Amerika een heleboel dingen terug die je in Nederland niet mag doen. Maar dat mag. We mogen gewoon data witwassen via andere landen. Maar omgekeerd kan het ook zijn dat je op een gegeven moment gegevens geeft aan landen dat je liever niet wilt. Een voorbeeld, willen we echt gegevens aan Turkije geven over Turkse dissidenten? Het mag. Ik vind dat heel gevaarlijk om te doen. Wat gaan we nu verder doen? Ja, 21 maart hebben we een referendum. Ik zeg, in ieder geval stem gewoon tegen. Het is echt heel belangrijk dat we gewoon stoppen met deze hele wet. Daarnaast zijn er ook wat rechtszaken bezig. Dat gebeurt dus in Nederland en uiteindelijk komt dit ook in Europa terecht. Ik verwacht dat de Nederlandse rechter zegt van ja, nou, wettelijk gezien mag het, want de Tweede Kamer en de Eerste Kamer die hebben gewoon toestemming gegeven. En in onze wet staat op het moment dat het door de Eerste Kamer heen is, mag de rechter eigenlijk niet controleren of die wet wel echt wettelijk is. Dat zit in onze grondwet. Dus dan komt het uiteindelijk in Europa terug. Ik verwacht dat Europa wel wat moeilijker gaat doen. Daar hebben we ook allemaal rechter en ja, goed, daar gaat het uiteindelijk stranden, maar dat is al 5, 6, 7 jaar verder voordat het daar überhaupt terecht komt. Informeer jezelf. Daarvoor zit je hier ook om naar mij te luisteren, om te kijken van wat is er gevaarlijk aan deze wet.
En goed, wat wij ook willen is zorgen gewoon voor dat er een betere wet komt. Inlichting en veiligheidsdiensten moet je een wet geven. Je moet ze kaders geven, handleidingen geven. Je moet ze beperkingen geven. Je moet niet WIF 2017 helemaal afschaffen, maar we moeten naar WIF 2019. We moeten ervoor zorgen dat er een wet komt die wel gewoon betere beveiliging heeft tegen misbruik. Betere controles ook. Bijvoorbeeld die CTIVD die alleen maar tegen de minister mag zeggen, nou ja, dat vind ik niet zo tof. Die moet tegen de minister kunnen zeggen, hé, hey, stop hier eens mee. Hiervoor hebben we een referendum. Er zijn meer dan 4000 handtekeningen voor binnengekomen. Daar ben ik hartstikke blij mee. Dat geeft ons het recht om zo meteen te zeggen van ja, hier ben ik voor of hier ben ik tegen. Een van de rechten die ze eigenlijk ook wel in willen gaan nemen voor ons. Want meteen nadat het referendum kwam was eigenlijk wel duidelijk. Ja, we moeten af van dat referendum. Zie je ook in het regeerakkoord. Het regeerakkoord zegt weg ermee. Minister Olonker die is nu ook echt heel hard bezig om dit weg te halen. Waarom willen we dat afschaffen? Ja, kennelijk wordt onze mening wordt niet zo getolereerd bij de overheid. We mogen best wel een referendum houden, zolang het maar een beetje in de mening is van onze overheid. Want ze vinden het wel een beetje lastig als wij zeggen, nou ja, wat jullie doen is niet zo tof. Waarom is het referendum? Het referendum is echt een noodrem. Het is een uiterste maatregel. Ik zei het al in het begin van mijn presentatie, we hebben vooraf hebben we de kans gekregen om onze stem te laten horen. Dat is gebeurd met 557 keer. Er is heel weinig meegedaan. Ik zie het niet terug. En nu hebben we dus de kans om te zeggen, hé joh, ga eens terug en kijk eens naar al die informatie die we gegeven hebben. En ga dat eens verwerken in de volgende WIF. Laten we het WIF 2019 noemen. Ja goed, want als je ziet dat de trein naar de afgrond gaat, moet je wel echt aan die noodrem trekken. Daarnaast, journalisten die zijn er ook niet zo blij mee. Die gaan ook naar de rechter toe, we hadden het er net al over. Er komen rechtszaken niet alleen van de NVJ. Er zijn ook meerdere problemen, of meerdere organisaties die op dit moment rechtszaken aan het voorbereiden zijn. Daar kan Neftis straks ook wel wat over zeggen, denk ik. En ja, goed. Daar gaan we dus vandaag mee bezig. Daarvoor zitten we hier. Ik hoop dat je in ieder geval wat geleerd hebt. En als je vragen hebt, ik denk dat we eerst naar Neftis toe gaan. En aan het einde... Oh, nee, nu. Heeft iemand wat vragen? We hebben... Ja, sowieso kan je vragen. We hebben hier een vraag, dat gaan we zo meteen doen dan. Maar we, na afloop van de drie sprekers, we hebben Jonathan, dankjewel Jonathan, ja, vanuit Piraatpark Groningen. Applausje voor Jonathan. Ja. En zo meteen Neftis Brandsma van Bisschop Groningen. En als derde spreker Leontien uit Piraatpark Amsterdam. Vergeten ben te zeggen, laat ik dat dan nu doen. En Jonathan, dankjewel, helemaal goed. Is dat we niet alleen drie sprekers hebben, maar ook de winkel van de Piratenpartij is hier. Dus als je die spulletjes die je daar ziet liggen, als je dat ook wil, praat even met de mensen die daar zitten. Dan kan je dat, die zijn te koop. Die flyers zijn natuurlijk gratis als je die wil uitdelen. En we hebben die, tenminste dat hoop ik, die schuifjes voor op de camera op je laptop hebben we ook bij. Ja, het hebben we er al uit. Neftis Brandsma van Bits of Groningen is de volgende spreker. Dus geef een applaus alsjeblieft voor Neftis. Ja. Dag allemaal, mijn naam is Neftis Brandsma. Ik ben vrijwilliger en oprichter van Bits of Groningen. Dat is een lokale afdeling van Bits of Freedom. En dat is een burgerrechtenorganisatie die opkomt voor digitale communicatie en vrijheid. Even inventariseren, wie van jullie kent Bits of Freedom? Ja. Oh, dat is een aangename verrassing. Ja, van de praat had ik het wel verwacht. Maar van de rest zal het even afwachten. Wat ik zo meteen ga doen is, ik zal de vijf belangrijkste bezwaren van Bits of Freedom zal ik met jullie langslopen. Bits of Freedom houdt zich al heel erg lang bezig met deze wet. Wat Jonathan zei, de aanloop van deze wet die is al best wel lang, al best wel oud. Er is al heel lang is over nagedacht en wordt aan gewerkt. En Bits of Freedom heeft het jarenlang in de gaten gehouden en weet dus ook redelijk goed wat er mankeert aan deze wet. Ik wil niet zeggen dat het alles is. Bits of Freedom, ja, we moeten ook keuzes maken in... Ja, en wat we aanstippen en wat niet. En daarnaast kijkt Bits of Freedom ook alleen vanuit hun eigen agenda, zal ik maar zeggen. Dus wij focussen ons echt op de digitale communicatie en de digitale vrijheid. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld de DNA-databank en het beroepsgeheim, dat soort zaken die al eerder werden aangestipt door Jonathan en straks verder worden aangestipt door, of uitgewerkt door... Sorry, ik ben je naam even kwijt. Leontien, dank je. Die worden door anderen opgepikt, zeg maar. Dus wij vertellen dit verhaal echt vanuit de bril van de digitale communicatie en vrijheid.
Ik wil toch ook even een vraag stellen aan de zaal. Wat voor vragen hebben jullie? Wat voor vragen of ideeën zijn jullie hier naartoe gekomen? Dat ik een beetje feeling heb met wat jullie willen weten. En hoeverre heeft het referendum invloed op? Goeie vraag, dankjewel. Iemand anders nog? Oké, nou, dat mag ook hoor. Ik vind het goed. goed, dan ga ik beginnen. Omdat de regering wil het referendum eigenlijk afschaffen. Dat vinden ze alleen maar lastig. Ik ben heel erg voor. Dus jij vindt het wel jammer dat het wordt afgeschaft, begrijp ik? Nou ja, ik vind het jammer. Ja. Als het volk iets vindt, moet je dat kunnen overdragen. Als de regering het lastig vindt, ja, dat is jammer. Ja. Maar het moet gebeuren. Ja, eens. Dus in hoeverre heeft het invloed op 21 maart? Ja, is goed. Ik zal er zo meteen nog even op. Oké. Het komt. Het komt. Nou, even over het referendum. Het is 21 maart, het is al bijna. Wat gebeurt er dan precies? De meeste van jullie zullen waarschijnlijk ook moeten of mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik kom zelf uit Groningen. Groningen zijn allerlei gemeentelijke fusies bezig, dus wij hebben geen gemeenteraadsverkiezingen. Maar de meeste van jullie zullen 2 stembiljetten thuis hebben ontvangen. En 1 stembiljet is dus voor het referendum. En de vraag die wordt gesteld is, bent u voor of tegen de wet op inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017? Dus dat is eigenlijk de wet, de WIF, waar we het over hebben. En in de volksmond heet die de sleepwet. Nou, zoals Bits of Freedom en meer partijen die zich hiermee bezighouden, wij zeggen ja, een nee-stem, dat wil niet zeggen dat je die hele wet in de prullenbak in wilt gooien. Maar dat is eigenlijk, en we geven aan, de wet is gewoon nog niet goed genoeg. Het kan beter en wij geven ook een aantal punten aan van waarop wij vinden dat het beter kan en ook echt moet. Dus ja, er wordt al gezegd, ja, zonder deze wet dan zullen er allerlei terroristische aanslagen komen. Niemand gaat die wet afschaffen. Even los van het feit dat het ook gewoon echt een raadgevend referendum is. Je gaf al aan van ja, hoe groot is de impact überhaupt. Het idee dat als er massaal nee wordt gestemd, dat die wet gewoon verdwijnt, dat is gewoon niet aan de orde. Dus dat is gewoon, ja, onzin. dus een nee-stem, nou ja, ik kan niet vaak genoeg zeggen, een nee-stem is eigenlijk een stem voor een betere wet. Nog even kort over het referendum, want dat is natuurlijk wel, het is ook een controversieel middel. Want ja, je kan eigenlijk alleen na ja of nee stemmen. En is dat niet een hele botte bijl voor een heel erg dikke wet, waar heel veel verschillende dingen in staan. En dan zeggen wij altijd, ja, maar de Eerste Kamer kan eigenlijk ook alleen maar ja en nee stemmen. Dus eigenlijk het volk in het laatste referendum zit even op de stoel van senatoren van de Eerste Kamer, die ook alleen maar ja of nee kunnen stemmen. En wat betekent een nee-stem van de Eerste Kamer? Dat betekent dat het teruggaat naar de Tweede Kamer. Dat de Tweede Kamer aan het werk moet om die wet beter te maken. En dat is eigenlijk wat zij ook willen. Is er ergens wat water? Misschien ja. Beschikbaar. Dank je wel. Waarom is die wet er? Dat heeft Jonathan al een beetje aangestipt. Super, dank je wel. De oude wet was ook echt toe aan een update. Laat het duidelijk zijn, daar is iedereen het over eens. Wij vinden echt wel dat die wet echt beter moet. En dat in ieder geval dus vanuit ons perspectief 5 punten zijn die echt, echt beter moeten. Onder andere omdat ja, onschuldige burgers worden nu eigenlijk gewoon te weinig beschermd tegen onze overheid. Daar zijn 5 verbeterpunten. Het zijn allemaal eentjes geworden. De eerste is, haal de sneepnetwet uit de wet, dus de sleepfunctie, dus het ongericht verzamelen van data, dat we vinden dat dat uit de wet moet. Het is helemaal niet erg om gericht data te verzamelen van burgers, waarvan jij denkt, die hebben iets verkeerd gedaan. Ja, als er reden toe is, dan kan het best zijn dat je inbreuk op iemands privacy moet doen. Maar als een burger helemaal niks verkeerd heeft gedaan, dan vinden we dat een hele vreemde stap. Geen internationale uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens, dat heeft Jonathan ook al even aangestipt. Ja, wij verzamelen dus gegevens. We weten dan niet altijd wat erin staat. Dat betekent dat dat is ongeëvalueerd. Dus daar is nog niet naar gekeken. Die kunnen we uitwisselen met andere landen. Dus dan weten we eigenlijk niet wat we weggeven. Nou, begrens real-time toegang. Dit gaat over onder andere informanten en de toegang die de AIVD heeft tot allerlei data. Ik kom
Sorry, kom ik zo nog verder op. Onbekende kwetsbaarheden, Jonathan noemde dat zero days, daar zal ik zo meteen ook nog over verder op ingaan. En we vinden dat de oordelen van de toezichthouder bindend moeten worden. Hoeveel tijd heb ik nog? 2 uur. Het is jouw verhaal, dus maak het op. Oh. Nou ja, ik zal even kort daarheen gaan. Wat doen geheime diensten eigenlijk? Ook wel goed om even te weten. De AIVD, daar hebben we het meest over. Het is geen opsporingsinstantie. Maar de AIVD doet onderzoek naar organisaties en personen. Dus eigenlijk ben je een onderzoeksorganisatie. Wanneer ga je onderzoek doen naar iemand? Dat doe je eigenlijk alleen wanneer je ernstig vermoeden hebt dat iemand kwaad in de zin heeft. In de meest brede zin van het woord. Het kan ook betekenen dat iemand gevaar vormt voor de democratische rechtsorde, de veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat. Dat is eigenlijk wat de AIVD voor ons doet. Vooropgesteld, dat is belangrijk. Het is belangrijk dat de AIVD goed haar werk kan doen. Dan heb je daarnaast al de MIVD. Dat is een soort zusje, broertje, hoe je het maar wil noemen. Het zijn militaire inlichtingen en veiligheidsdiensten. En die verzamelen inlichten, ja, de militaire term zegt het al, voor ja, militaire activiteiten en doeleinden. Ik ga dit even overslaan. Dit ook maar even. Ja, hoe maken we... ik ga nu naar de punten van wat zijn nou de verbeteringen wat ons betreft. Voordat ik dat doe, wil ik toch even op jouw vraag terugkomen. Van, heeft het nou zin om te stemmen op 21 maart voor deze wet? Invloed. Ja, en daarmee zin. Toch? Sowieso ja, oké. Okay. Ja. Heeft het invloed? Ik denk zelf van wel. Kijk, hoe groter de opkomst natuurlijk, hoe meer invloed, hoe hoger die invloed zal zijn, of hoe groter. En hoe groter het percentage nee-stemmers ook, hoe groter de invloed. Ik merk alleen dat de overheid wel een beetje zenuwachtig is momenteel. Bertolet, dat is het hoofd van de AIVD, die is bijvoorbeeld een tijdje geleden bij de college tour van Twan Huis langsgekomen. Om daar allerlei dingen te vertellen. En heeft het ook over de sleepwet gehad. En ja, die is eigenlijk een beetje reclame aan het maken voor wat de AIVD doet. En dat is best wel ongebruikelijk. En een tijdje geleden is ook tijdens, bij bijvoorbeeld De Wereld Draait Door, kwam hij ook langs. Bij Matthijs van Nieuwkerk. Slecht verhaal. Nou, laat ik me bij deze even niet over uit. Is het niet zo dat als het weggestemd wordt bij het referendum, de wet pas ingaat als er een nieuwe wet om aan te nemen is gemaakt? Het was toch iets van... Ze hoeven er alleen maar een nieuw debat over te doen, toch? Ja, nieuw debat. Het is raadgevend, dus het is vrij, de overheid is vrij om te doen mee wat ze willen. Alleen je zag bij het Oekraïne-referendum, dat was een referendum over een verdrag wat eigenlijk al gewoon getekend was. Dat is opgesteld in samenwerking met heel veel andere landen, dus waar we eigenlijk gewoon niks meer iets aan konden doen. Dat is in die zin ook een heel vreemd onderwerp voor het Oekraïne-referendum. En toch, ondanks het feit dat de opkomst niet eens heel erg groot was en het percentage nee-stemmers ook niet overdonderend groot was, dat is geen 80% bijvoorbeeld, toch heeft Rutte wel geprobeerd aan te tonen dat hij zijn best heeft gedaan om nog iets te veranderen aan het verdrag. Op een gegeven moment zei dat een of andere passage eruit ging. Het was uiteindelijk allemaal erg klein bier, maar ondanks het feit dat we er eigenlijk niet zoveel meer aan konden doen, heeft hij toch echt zijn best gedaan om in ieder geval te proberen te laten zien dat. En dit is waarom ik denk dat het wel invloed heeft om te stemmen op dit referendum. Omdat dit gaat over nationale wetgeving. Kijk, het Oekraïne-verdrag, dat was eigenlijk gewoon af. Daar konden we niet zoveel meer mee. Maar dit is nationale wetgeving waarin we zeker wel nog dingen kunnen aanpassen. En dit is waarom Bits of Freedom dus deze verbeterpunten aandraagt, zodat ook mocht het een overduidelijke tegenstem worden, dat die punten naar voren komen, zeg maar. Dat wij invloed kunnen uitoefenen op welke punten dan veranderd moeten worden in die wet. Is dat antwoord op je vraag trouwens? Nou ja, deels. Ik denk dat de overheid referenda alleen maar lastig vindt, of ons lastig vindt. Dus ja, ik ben benieuwd hoe lang referenda mag blijven bestaan. Ja, nou ja, ik geloof dat dit het laatste gaat worden dat het... Ja, dat bestaat nog, zei ik net. Ja. Afslag moet het nog.
Sorry? Of misschien de aflossen. Nee, die heeft niet gehaald. Het was niet gisteren. Nee, heeft niet genoeg handtekening gehaald. Dus gisteren heeft het zo. Nee, maar het zal maar deels dan met de kop. Top. Nou, ons eerste punt. Haal die sleepnet uit bed. Dus wat we nu doen, van gericht tappen, dus op het moment dat de overheid of de IVD denkt, wacht, deze persoon heeft iets verkeerd gedaan, of hij heeft gedraagt zich verdacht, we hebben signalen gekregen, deze persoon er is iets mee aan de hand, we moeten hem onderzoeken, of haar, dan gaan we dat doen. Waar we nu naartoe gaan met deze wet, is dat er grootschalig en niet stelselmatig wordt getapt. Of nee, sorry, wordt wel stelselmatig getapt, maar ongericht. Dus nou, dat gaf Jonathan ook al aan. Stel, mijn buurman is verdachte van terroristische activiteiten, dan kunnen ze de hele wijk kunnen ze afluisteren. In de wet staat dat als regionaal gebied. Ik weet niet zo goed wat dat betekent. Dat kan heel groot zijn, dat kan heel klein zijn. Dat is eigenlijk heel erg slecht gedefinieerd. Super, dankjewel. De onderzoeksopdracht bepaalt de rijkwijde van de sleepwet en ze hebben maar liefst 3 jaar de tijd om gegevens op relevantie te onderzoeken. Dat is echt best wel heel erg lang. En wij vinden dat op het moment dat je onschuldige burgers in het vizier houdt, dat je ze ook, ja, dan moet je een goede reden voor hebben. Misschien leuk om te vertellen, in december hebben wij een brievenactie gedaan, Bits of Freedom. We hebben brieven verstuurd naar ongeveer 20.000 Nederlanders. We hadden helaas geen budget voor bier. Waarin wij hebben wij namens de Rijksveiligheidsdienst aangegeven dat de gemeente binnenkort een afspraak zal maken met u tussen 4 en 8 december om een relay te installeren waarmee we in potentie uw internetverkeer konden aftappen. Het was een hele geloofwaardige brief, misschien net iets te geloofwaardig, want er zat een mooi logootje bij en de Rijksveiligheidsdienst, dat klinkt toch heel officieel, ook al bestaat hij niet. En nou ja, er was best wel wat ophef over ontstaan. En een van onze vrijwilligers, want we hebben in Groningen ook deze brief uitgedeeld, die vertelde dat hij in de familie-app erachter kwam dat zijn opa en oma deze brief ook hebben gekregen. En opa en oma waren zich heel erg geschrokken. Zo erg dat de ouders van onze vrijwilliger naar opa en oma toe moesten op een vrije zaterdagmiddag. Om opa en oma gerust te stellen, want die waren dus bang dat inderdaad de overheid binnen zou komen om ze af te gaan luisteren. Ook al stond in de brief misschien in potentie. Nou ja, ons vrijwilliger heeft niet durven toegeven dat hij een van degenen was die ook die brief heeft verspreid. Ik weet niet of hij dat inmiddels heeft gedaan. Maar het is me even om aan te geven dat mensen op het moment dat het achter de voordeur komt, met iemand fysiek als daar binnenkomt, ja, dan voelt het opeens heel erg anders. Hebben jullie nog meer respons gehad, ook van andere mensen? Of was het alleen maar deze opa en oma? Nou, heel erg veel meer, maar dit is wel een van de betere verhalen. Tenminste, ja, ik vind hem erg... Kan je nog zeggen hoe er in het algemeen op gereageerd wordt door mensen? Wisselend. Ik weet dat de IVD heeft getweet op een gegeven moment van jongens, deze is niet van ons. We hebben ook wel wat kritiek gekregen. Het wordt ook al gauw nepnieuws genoemd. Want wanneer iets niet waar is, dan wordt het nepnieuws genoemd. Ik denk, ja, dit is een actie, het is geen nepnieuws. En een andere, die wilde ik ook nog noemen, die hoorde ik van iemand, van een man die in eerste instantie de intrapte. Dus ik dacht, nou, dat is een echte brief. En die werd heel erg boos. En die ging tegen een vriendin van hem te keer en zei, Wieke, dit kunnen ze toch niet maken? Ik doe helemaal niks verkeerd. Waarom in godsnaam komen ze bij mij achter de voordeur? En dat vind ik mezelf een hele interessante reactie, want meestal hoor je in dit soort discussies over ik doe helemaal niks verkeerd. Dus wat kan mij het schelen dat ze mij in de gaten houden? Maar zodra je dus je blijkbaar achter de voordeur komt, dan is de opeens de reactie ik doe helemaal niks verkeerd, wat heb je bij mij te zoeken? Dus dat vond ik boeiend. Maar dat even terzijde. Ja, er staat dus in de wet onderzoeksopdracht. En die bepaalt dus de reikwijde van wat je gaat aftappen, zeg maar. Dus de onderzoeksopdracht bepaalt eigenlijk hoe groot het net is wat je uit gaat gooien. Nou, er zijn een aantal voorbeelden van. Dus bijvoorbeeld alle communicatie van de chat-app in de stad wordt dan verzameld. Omdat ergens misschien één verdachte is. Dat is best veel. Alle internetverkeer van openbare wifi-hotspots in de stad. Alle internetverkeer. Vanwege één zoekopdracht. Nou ja, dit zijn voorbeelden die al gebeurd zijn. Dus
Dit zijn anekdotische voorbeelden die de ministers in de loop der jaren in kamerdebatten hebben gegeven. Dus om even aan te geven dat het om best wel hele grote dingen gaat die gewoon echt als slecht gedefinieerd zijn. En wij vinden dat gewoon niet, dat kan gewoon niet. Ik ga deze ook even overslaan. Oh, ik dacht dat ik deze eruit had gehaald. Van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland, de zogenaamde sleepnet, kan, mag en zal geen sprake zijn. Aldus het regeerakkoord van Rutte 3. En wij vinden het wat vreemd, hoe verhoudt zich dat dan tot deze wet, waarin dat in feite wel mogelijk is. Omdat nogmaals zo'n onderzoeksopdracht ontzettend slecht en breed gedefinieerd is. Ik bedoel, als je dat in staat stelt om bij wijze van het chatverkeer van een hele stad af te luisteren, dan vinden wij het toch echt wel heel erg veel lijken op een sleepnet. Waarmee dus eigenlijk onschuldige burgers in het vizier van de geheime diensten komen. En nogmaals, mensen zijn heel erg geneigd om te zeggen, ach, ik heb niks te verbergen, ik doe helemaal niks verkeerd, ik ben een onschuldige burger, laat ze maar kijken. Maar nogmaals, ik vond daarom die reactie van die meneer zo interessant. Hoe zou je het vinden dat iemand van de gemeente bij jou binnenkomt, microfoons, camera's en machines installeert om jou af te luisteren? Misschien. Gewoon voor de zekerheid. Hoe voelt dat? Denk daar eens over na, zeg maar. Ik denk zelf dat het verschil is van, dit is vaak heel erg abstract, maar zodra iemand echt fysiek jouw voordeur binnenkomt, net als bijvoorbeeld een installateur die jouw keten komt controleren of zo, dan heb je echt even een gezicht binnen. Vind je het dan nog steeds helemaal niet zo erg? Vind je het dan nog steeds echt oké? Op het moment dat je het niet echt oké vindt, zou ik toch echt even nadenken over waarom niet en wat je dan in gevolg ook vindt van deze wet. Waar we ons ook zorgen maken zijn chilling effects. Dat komt er kort op neer dat mensen een beetje verstijven. Een beetje verstenen als het ware. En ik vraag me af wie in de zaal denkt wel eens na over wat hij op internet zoekt. En denkt dan ook van, misschien moet ik dit net even anders typen. Misschien moet ik het wel niet zoeken. Wie? Handen? Dat is toch bijna de helft, jongens? Ik spreek door daarvoor. Ja, oké, jullie tellen niet. Nee, maar eigenlijk tellen jullie wel natuurlijk. Want dit bedoelen wij met chilling effects. Er zijn dus best al heel veel mensen die sommige zoektermen niet meer gebruiken. Soms. Misschien niet elke dag. Maar het feit dat mensen al nadenken over het feit wat ze doen op internet, vinden wij eigenlijk al te ver gaan. Dat is al iets wat je niet moet willen. En het feit dat zo slecht wordt nagedacht over wat dan een onderzoeksopdracht is, baart ons zorgen als dat in de wet staat. Want we vinden niet dat de overheid op die manier met ons om moet gaan. Nut en noodzaak. Daar heeft Jonathan het al even over gehad. Was een speld. Ja. Waar is een speld, inderdaad. Ja, ga je er dan nog meer hooi bij gooien? Helpt je dat? En daarnaast, dat heeft Jonathan ook al laten zien, eigenlijk altijd is de dader van een terroristische aanslag al bekend. Dus wat ik als leek zou denken, misschien moet je dan meer mankracht en onderzoekers inzetten en niet meer data verzamelen. Dus daarom vinden wij dus dat het sleepnet gedeelte uit de wet gestapt moet worden. Moet een beetje sneller, denk ik. Ja, ik ga zo meteen verder praten in de Q&A. Dat is goed. Ja, dat is goed. Ik ga hier nog even wat sneller doorheen. Dit is de internationale uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens. Dus de data waarvan wij zelf niet hebben bekeken wat erin staat, kunnen wij delen met andere landen. We hebben hier Poetin neergezet. Dat kan ook Turkije zijn. Dat had een verkeerde zonbank. Dat had Zwalbank. Zou het er nog bij moeten zijn? Helaas is hij weg. Begrens real-time toegang. Dit gaat over informanten. De nieuwe wet maakt het mogelijk om informanten in te zetten. En stel je hebt een informatie of een organisatie die veel data verwerkt.
En je hebt een jongen gevonden, die is daar systeembeheerder, noem maar wat. Die kun jij dan inzetten als AIVD om hem of haar data te laten verzamelen en naar jou toe te spelen. Dus stel, die systeembeheerder heeft toegang tot allerlei adresgegevens of allerlei correspondentie, omdat hij daarvoor zijn werk bij moet kunnen, dan kan hij dat delen met de AIVD, zonder dat zijn baas dat weet. En zonder dat mag ook van de wet. En dat is een hele dubieuze, want hij wordt dan gevraagd door de AIVD om dat te doen, en dat doet hij dan vrijwillig. Maar officieel mag het niet. En officieel heeft hij dan misschien bijvoorbeeld volgens de interne regels van het bedrijf waar hij werkt wel de plicht om dat te melden aan zijn baas. Maar dat hoeft dus niet. Nou, dat vinden wij een beetje gevaarlijk. Ik ga er doorheen. de onbekende kwetsbaarheden, hier hebben we het over gehad. Dit zijn de zogenaamde zero days. Dus de kwetsbaarheden in de software die dan de geheime dienst gebruikt om in te breken in software. Ik zal even een voorbeeldje geven om het concreet te maken. Stel, de overheid heeft een lek gevonden waardoor ze alle WhatsApp-verkeer van iedereen kunnen lezen. Noem maar wat. Dat is een hele grote zero day en je kan me voorstellen wat de impact daarvan zou zijn. Dus daarom gaan er ook miljoenen euro's, dollars in om. Wij vinden dat soort kwetsbaarheden moet je gewoon melden aan de software maken om de wereld veiliger te maken. Want deze zero days kunnen ook weer gestolen worden van jou als geheime dienst. En dat is ook al eens eerder gebeurd. Er zijn al een aantal hacks en bugs geweest die ingezet zijn door criminelen. En die zijn gebaseerd op zero days die de NSA, dus dat de Amerikaanse inlichtingendienst, heeft verzameld. Daarmee is dus eigenlijk hebben ze het internet onveiliger gemaakt. Terwijl ja, deze diensten horen ons juist te beschermen. En tot slot, wij vinden dat de oordelen van de toezichthouder bindend moeten zijn. Dat heeft Jonathan ook al even toegelicht. De toezichthouder kan nu zeggen, nou, wij vinden wat hier gebeurt niet helemaal in de haak. Dat kunnen ze dan aan de minister geven en vervolgens is het de minister die besluit of dat nou wel of niet een goed idee is. En wij vinden dat die toezichthouder, die moet gewoon bindend kunnen oordelen over, die moet die bindende uitspraken over kunnen doen. Dat moet niet alleen bij een minister liggen. Dus kortom, haal de sleepnetten uit. Geen internationale uitwisseling van data waarvan wij zelf niet weten wat erin staat. Zorg ervoor dat de real-time toegang tot data wordt begrensd. Onbekende kwetsbaarheden in software altijd melden aan de softwaremaker. Wordt het internet echt alleen maar veiliger van voor iedereen. En maak de oordelen van de toezichthouder bindend. Dat zijn de belangrijkste verbeterpunten van Bits of Freedom. Dus stem tegen, stem voor beter wet. Het is ook data erbij. Leon Tien van de Piratenpartij Amsterdam die komt straks wat vertellen over dat medisch beroepsgeheim. En ik vroeg haar, wat is nou het allerergste wat jij als voorbeeld gebruikt? En ze noemde iets wat mij niet op zou komen. Je pacemaker. Oh, dat is wel een punt. Je koelkast. Je slimme thermostaat. Samen opgeslagen op de servers van de staat. De volgende spreker is Leon Tien van de Piratenpartij Amsterdam. En die gaat iets zeggen over het medisch beroepsgeheim en hoe dat onder druk komt met deze wet. Leontien. Dankjewel voor de aankondiging, Rico. Ik ben inderdaad Leontien Wermer uit Amsterdam. Ik ben al heel lang kinderarts, sinds 1993. En werk in Purmerend in het ziekenhuis. En daarvoor heb ik op diverse andere plekken gewerkt, onder andere in het Academisch Ziekenhuis in Groningen. daar heb ik een stukje opleiding gedaan. Daarnaast ben ik eigenlijk uit onvrede over de huidige politiek lid geworden van de Piratenpartij en mezelf kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Ik sta op nummer 5 en ik denk niet dat ik gekozen word, maar ik hoop toch echt wel dat in ieder geval 1 zetel in de gemeenteraad realistisch is. Net als dat ik hoop dat in Utrecht ook piraten in de gemeente verkozen worden. En nou, in het, wanneer was het nou? Volgend jaar? November in Groningen. November in Groningen, oké.
Verder wil ik nog heel even zeggen dat ik een jurk draag die hier te Leeuwarden gemaakt is. Bij Atelier De Klos. Ik weet niet of mensen die kennen. Goed. Even kijken of ik dit aan de vraag krijg. Dit is de eed van Hippocrates. Dat wil zeggen, dit is een stuk daarvan. De eed is veel groter. Maar dit is een heel belangrijk ding, omdat het gaat over geheimhouding. He, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, als je naar een dokter gaat, hoort datgene wat je die dokter vertelt, of andere hulpverleners binnen de gezondheidszorg, hoort niet op straat gegooid te worden. He, dat hoort binnen vier muren te zijn. En ik moet dus zelf ook, als ik informatie over een patiënt wil delen, bijvoorbeeld met een specialist in het academisch ziekenhuis of met het consultatiebureau, dan hoor ik daar toestemming over te vragen bij de ouders, dan wel de patiënt zelf. Wat er staat is, hè, dit is ook een beetje een vervelende print, sorry daarvoor. Hè, ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen, dan wel zien. Of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten komen aan dingen die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren. En het beginsel hoog houden dat dingen die mij zo bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding. Dus dat is dat stukje van de eed. Verder staan er allerlei andere dingen in die eed waarvan jullie waarschijnlijk wel kennen. Primam non nocere, dat wil zeggen niet schaden. Dat is het belangrijkste. Dus als je iemand behandelt, dat je dan niet schaadt. Maar goed. Ik heb hier een dia die waarschijnlijk heel veel overlap heeft met de vorige sprekers. Daar wil ik dus heel snel doorheen gaan. 2002 de eerste WIF en in 2016 dan de huidige wet voor het eerst geformuleerd. In 2017 goedgekeurd. En dus ruimere bevoegdheden voor de AIVD en de MIVD om telefoon, e-mail, internetverkeer af te tappen. Vanwege de terrorisme-dreiging. En gelukkig vindt er nu dit referendum plaats. Ik was ook erg blij om te merken dat gewoon een aantal mensen het opgepikt hadden dat deze wet werd aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. En zeiden van nou, dit kan niet. Dit is een inbreuk op onze privacy. Het is ook zo dat de wet zelf, hè, toen dat behandeld werd in de Tweede Kamer, dat was pal voor de verkiezingen. Ja, daar is eigenlijk nauwelijks aandacht aan besteed. Afgelopen woensdag hadden we in Utrecht ook een avond over het sleepwetreferendum. En daar sprak Kees Verhoeven. En die schetste het beeld dat eigenlijk bijna niemand amendementen had ingediend, behalve hij dan. En dat het eigenlijk min of meer doorgeslopen is. Dus wat betreft goede volksvertegenwoordiging verdient dit geen schoonheidsprijs. Wat zijn nou de verschillen? Ik heb er twee belangrijke uitgehaald. Er zijn veel meer verschillen. Onder andere ook de toezicht is beter geregeld dan in de vorige wet, maar ook nog niet naar behoren. En daar kom ik nog verder op terug. Maar het slepen, het breed onderscheppen en dan de waarborgen zijn wel ingebouwd voor journalisten en advocaten dat er in ieder geval getoetst gaat worden door een rechter welke informatie opgeslagen mag worden. En ook vrijgegeven mag worden. Maar dat is dus wel geregeld voor journalisten en advocaten. Maar voor medische gegevens is dat niet geregeld. En het is ook zo dat er geen arts of wat dan ook is geen arts of andere zorgverlener is betrokken geweest bij het opstellen van de wet. Ook niet een van de adviesorganen zoals de Gezondheidsraad. Dus geen waarborgen voor artsen. En waarom dan niet? Er is een memorie van toelichting op de wet. En daar staat in dat journalisten en advocaten een belangrijke rol hebben in de borging van belangrijke aspecten van de rechtsstaat. Ja,
tuurlijk. Maar voor het onderscheppen van patiëntengegevens is toestemming van die toestemmingscommissie, die Jonathan ook al aanstipte, voldoende. Terwijl voor het aftappen van een journalist en advocaat de toetsing door een rechtbank wordt geëist. Wat doen we daar nou mee? Wat kan er allemaal afgetapt worden? Nou, gegevens uit het elektronisch patiëntendossier. Of andere medische netwerken. He, er is best veel e-mailwisseling tussen artsen en andere gezondheidsverleners. Bijvoorbeeld als ik een kindje naar een fysiotherapeut stuur, dan krijg ik vaak mijn verslagje via de mail. He, en dus op zich, wat heb je daar nou aan? He, maar het zou maar eens bijvoorbeeld zo zijn dat het een kind is van een of andere belangrijke politicus of van de koning. En als dat ook op straat komt, dan dan heb je echt wel een probleem. Verder, dus uitwisseling gegevens patiënthulpverlener. Dat vindt ook steeds meer plaats, dat je ook met patiënten via mail of via beeld, videoconferencing, communiceert. Maar ook apparatuur in ziekenhuizen, die gegevens daaruit kunnen ook meegesleept worden. Als er toevallig in de regio waar een gesleept wordt een ziekenhuis of een huisartsenpraktijk of een tandartsenpraktijk staat, dat kan allemaal verzameld worden. En dan als extreem voorbeeld heb ik daar de pacemaker, die Rico ook al noemde. Alle gegevens van zo'n pacemaker kunnen ook gesleept worden. Het is zelfs al zo tegenwoordig dat pacemakers gehackt kunnen worden. Daar hebben jullie misschien wel over gehoord. Maar hier kan dus op grote schaal ook gewoon die data opgevraagd worden. En ja, echt hele gevoelige data ook. Zoals, ik kan niet in de dossiers van de psychiater of de psycholoog bij mij in het ziekenhuis. Daar moet ik echt hele specifieke toestemming voor hebben. En moet ik met die psychiater of psycholoog regelen. Hè. Soms is dat wel van belang als bijvoorbeeld zo'n kindje potentieel in gevaar is. Door een psychische stoornis van de ouder. Maar daar moet ik allemaal toestemming netjes voor vragen. En terecht. Ik bedoel, dat moet niet op straat liggen. Maar straks kan die data gewoon allemaal gesleept worden. Dus ja, dat geeft toch veel vraagtekens. Wat kan je nou doen om te protesteren? Nou, het referendum, daar is al uitgebreid over gesproken. Mijn vakorganisatie, de KNMG, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunst, probeert nu via gesprekken met de overheid in ieder geval te waarborgen dat medische gegevens, als die gesleept worden, dat die voordat de veiligheidsdiensten en voordat het eventueel met het buitenland of andere instanties wordt gedeeld, dat dat eruit gehaald wordt en dat daar ook medici bij betrokken worden. Maar die gesprekken zijn pas gestart in oktober vorig jaar, dus na aanname van de wet. En daar zijn nog, dat zijn gesprekken dus met, wat ik begrijp, de minister van Binnenlandse Zaken. Ik heb nog geen verslagen daarvan kunnen vinden of gewoon korte formulering van uitkomsten. Dat loopt allemaal nog. En het is heel tekenend, vind ik, dat de meeste artsen, die weten van niks, hè, sleepwet, ja, wat is dat? En het leeft helemaal niet zo, terwijl het ontzettend zou moeten leven. En ook dat onze vakorganisatie eigenlijk als mosterd na de maaltijd erachteraan hobbelt, dat vind ik ook niet goed te begrijpen. Ook niet dat er geen artsen of andere hulpverleners betrokken zijn geweest met het formuleren van de wet. Er zijn wel artsen die zich op de zijlijn al veel langer zorgen maken. Onder andere
Wim Jongejan, dat is een gepensioneerd huisarts die via een ICT-zorgnetwerk daarover schrijft. Maar op grote schaal is er dus heel weinig gebeurd. Nou, dan tot slot de rechtszaken. En dat vertelde Jonathan ook al. Hè, dus zowel in Nederland als in Europa gaan rechtszaken lopen. Ik weet in ieder geval ook dat die ICT-zorgclub een rechtszaak heeft aangespannen. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Nou, dit is hoe onze artsenvereniging dan de zaak een beetje luchtig maakt. En dat is tevens het einde van mijn verhaal. Ik weet niet of er nog vragen zijn nu, of gaan we de vragen straks doen, Rico? Nou, we kunnen gewoon daarmee doorgaan. Misschien dat Leftis en Jonathan erbij kunnen. Ja. De vragen komen natuurlijk uit de zaal, dus dan zal ik wel... Degene zijn die heen en weer, nou rennen valt wel mee in deze zaal, maar heen en weer lopen met de microfoon. Ja, ah, kijk aan. Nou, dan kunnen we het ook zo doen misschien. Kijk maar eventjes, is dat wat? Ja, je kunt hem heen en weer en dan doe ik in de zaal. Dus wie heeft een vraag aan de panelleden? Ja, dan gaan we dat op deze manier. Aan de mevrouw helemaal links. Leontien. Ja. Leontien. Hoi, hier ben ik. Even opletten. Hallo, ik weet je naam niet. EPD is toch al een lang onderdeel van Big Data? Hoe bedoel je dat? Nou, dat gewoon alle gegevens al bekend zijn en doorgespeeld worden. Nee, dat is niet zo. Het is wel zo dat de systemen heel kwetsbaar zijn. Maar er vindt geen bewuste dataverzameling plaats. Nou, ik denk dat zorgverzekeraars al weten zeg maar, wat de gezondheidsrisico's zijn voor bepaalde mensen. Nee. Nou, er zijn veel zwakke punten. Ook de zorgverzekeraars zijn altijd bezig met actief informatie te betrekken. En daar is gelukkig ook veel tegenwerking in gekomen. En ook rechtszaken. Bijvoorbeeld tegen de zorgverzekeraars die informatie vanuit psychiatrische en psychologische behandelaars wilden verkrijgen. Maar het is niet zo dat het EPD open en bloot ligt. Nee, maar ik denk dat het invloed heeft op de mensen en hoe ze verzekerd zijn. Dus ik denk toch echt dat big data een groot ding is. Maar mag ik er even op inhaken? Dat is wel, wat je nu zegt, is heel breed, zeg maar. Dat is heel groot. En ik denk wel dat het belangrijk is om ook in deze discussie wel proberen precies te zijn, zeg maar. Wat verzekeringen doen, dat is een hele andere discussie. maar verzekeringen zijn wel gebonden aan bepaalde wetten, bepaalde dingen. Dus wat jij schetst, dat mogen ze nu gewoon niet doen. Of het over 10 jaar zo is, dat is een ander verhaal. Maar dat is... Dat ze is mogen het niet doen, maar en of ze het doen is ook een ander verhaal. Ze mogen het niet. Nee, dus daar kunnen ze beboet voor worden. En nou ja, goed, dat is een andere discussie. En dat is wel weer iets anders dan sleepwet of artsgeheim. Dat heeft natuurlijk met elkaar te maken. Dus maar het blijft zien. Ja, maar dat is een hele andere informatiestroom. Ja. Ik denk dat goed is dat het belangrijk is dat ze daar precies... Hier is een tweede reactie op in aanvulling op die vraag. De verzekering heeft natuurlijk maar beperkt nut van die informatie, omdat hij de aannameplicht heeft. Hij kan jou geen ander... hij kan hooguit de reclamecampagne anders doen, maar de verzekering kan niet zeggen van ik neem jou niet meer aan. Dat is afgeschaft met zijn nieuwe verzekering. Dankjewel. De volgende vraag, een andere vraag. Ja, we gaan. Het is vooral een interessevraag, omdat ik dan zelf via mijn werk Ziggo-zaak, van topbedrijf. Maar daar analyseer ik heel veel. En daar halen wij informatie van de KVK vandaan. Dat is weer verbonden. En wat mij vooral zorgen baat, is dat dit een voetstapje is naar een volgende wet die bijvoorbeeld al wel in Amerika bestaat, waarin ze op basis van internetverkeer en videoverkeer analyses kunnen maken. En dat zouden wij dus ook kunnen doen, want wij kunnen dat al gedeeltelijk doen met onze klanten. Dus in hoeverre worden we daarin beschermd? En ja, dat is, hoe denken jullie daarover? Even over nadenken, wat je, dit gaat over dat je... Kijkgedrag.
kijkgedrag in de gaten wordt gehouden? Of dat je meer kunt vragen voor bepaald internetverkeer? Nou, als ik de vraag naar mag vertalen, zoals die op mij overkomt, zou dit een opstapje kunnen zijn naar meer ruimte, meer vrijheid in gebruiken van data naar de toekomst toe, als je kijkt naar Amerika, wat eigenlijk daarop voorloopt? Ik denk het wel. Ja, kijk, wat er gebeurd is met dit soort dingetjes. Om een ander dingetje te vertellen. Vroeger, nou spreek ik nog niet zo over heel lang terug, 1995. Moest je naar een rechter toe, wilde je het adres weten van iemand achter een IP-adres. Daar begon het. En op een gegeven moment vonden ze dat maar lastig, dat dat steeds via de rechter moest. En toen moest een officier van justitie moest een officieel verzoek indienen. En vervolgens werd het een fax van een driestreper. En op een gegeven moment werd het een fax van een eenstreper. En toen vonden ze het maar lastig dat ze steeds die faxjes moesten sturen. Toen hebben we een database opgezet en dat heette Shield. En daar wordt nu volautomatisch, worden al onze gegevens worden naartoe weggeschreven. Mag ieder agent mag er alvast in kijken en dan hoeven ze het ook niet meer op te vragen. En dat is een glijdende schaal. En die glijdende schaal die heb je met alle wetten, dat heb je hier ook. Wat er over 10 jaar gebeurt, dat kan ik je niet voorspellen. We hebben ook een andere wet, dat heet GDPR. Die wordt in mei actief. En dat zorgt er ook wel weer voor dat de gegevens die bedrijven mogen gebruiken, in ieder geval een stuk kritischer daarnaar gekeken wordt. Helaas is de overheid is wel uitgesloten van de GDPR, dus wat de overheid doet, die staat daar compleet los van. Maar voor bedrijven zijn, er komen er wel juist weer extra beveiligingen in, die in mei echt van kracht zijn. Okay. Dus wat Jonathan zegt, is dat er zijn meer bevoegdheden, maar ook meer beperkingen daarin. Nou, voor zowel de vraagstellers als misschien jullie ook, kan je tot de kern van de vraag iets met een vraagteken beperken? Dat beantwoord ook makkelijk. Nog één klein ding toe? Oh, ja, natuurlijk. Zoals ik heb begrepen, de AIVD heeft wel aangegeven om nog wel precies te blijven, is dat ze verzamelen bijvoorbeeld, ze kunnen bijvoorbeeld zien of je bepaalde data van Netflix komt bijvoorbeeld. De AIVD geeft aan, dat kijken we niet naar, dat gooien we weg. Kan natuurlijk wel zo zijn dat ze het over 10 jaar niet meer doen, maar dat is speculatie. Als een aanvulling, dat is alleen een belofte. Ze mogen gewoon ook je Netflix-gegevens, mogen ze voor 3 jaar vasthouden. Ze zeggen alleen, we gooien 98%, gooien we meteen weg, doen we niks mee. Maar ze mogen het wel bewaren voor 3 jaar ter analyse en na 3 jaar moeten ze het weggooien. Tenzij je onderdeel bent van het onderzoek, dan mogen ze gewoon je gegevens vasthouden zolang het onderzoek loopt. Ja. Dan hoor ik een behoorlijk relaas van jullie alle drie over waarom wij tegen de wet zouden moeten stemmen. En ik heb een heleboel dingen gehoord en ik denk, oké, hier zit wat in, nooit meer stilgestaan. Waarom zou ik voor die wet moeten stemmen? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had niet voor deze wet gestemd. Als ik in de Tweede Kamer had gezeten als politicus, had ik niet voor deze wet gestemd in de huidige manier. Als die 20 moties die Verhoeven had ingediend aangenomen werden, was het misschien een ander verhaal geweest. Maar zoals de wet er nu staat, kan ik gewoon niet voorstemmen. De geheime diensten hebben extra bevoegdheden nodig, maar de checks en balances die zijn gewoon way off. En zolang dat het geval is, kan ik hier niet voorstemmen. En ik kan je dan ook niet zeggen waarom ik voor deze wet zou stemmen. Enige reden is, ja, de oude wet is verouderd, maar is dat genoeg? Ik vind het persoonlijk van niet. Afgelopen woensdag spraken we Tweede Kamerlid Kees Verhoeven van D66. Die is, zoals je misschien weet, inmiddels voor deze wet. En deze vraag werd hem ook gesteld in een andere vorm. En zijn antwoord was, voor 2002 hadden we eigenlijk helemaal geen wet. Dan deden ze maar wat niet door een wet gevangen was. En in Nederland heb je dan tenminste nog maar een wet. En deze wet houdt in ieder geval rekening met nieuwe bevoegdheden. Dus dat is dan al beter, alsof de norm dan in het buitenland gesteld wordt. Maar het is al beter dan wat in de rest van Nederland gebeurt. Dus dat was zijn grootste argument eigenlijk waarom je voor zou kunnen stemmen. Het past meer bij deze tijd. En dat is wel waar. Met de manco's die we genoemd hebben, maar die zal ik niet herhalen. Het is een update. En die is nodig. En je stemt voor als je gelooft in dat als je privacy inlevert, dat je veiliger bent. Ja. Als je die tegenstelling hebt. De reden waarom ik het vraag is, ik vind het een beetje een paradox. Want als ik hier vanavond om me heen zit te kijken, er zit 3/4 van de mensen zo'n beetje de hele tijd in zijn telefoon te prutsen. En ik zie daar Facebook, en ik zie daar Twitter, en ik zie daar... Dus we zetten van alles van ons weg, wat onze privacy aan commerciële bedrijven overdraagt. Maar tegen de overheid, hoor ik jullie zeggen, moeten we ons wapenen. Mag ik daar... wij kunnen ook allemaal niet op Facebook. We kunnen in theorie ook allemaal niet op Twitter zitten. De overheid kunnen wij ons niet van terugtrekken. Dus de overheid is wel een fundamenteel andere partij dan commerciële partijen. Ja. En ik snap heel goed dat het hypocriet lijkt. Maar van commerciële partijen kunnen we nog zeggen,
daar hebben we ook andere regels voor bijvoorbeeld. Maar de overheid, daar hebben we een soort sociaal contract mee van, we hebben bepaalde regels en jullie beschermen ons. En... Nou, beschermen, en als ik dan een aanvulling mag maken, de overheid is degene die jou in de gevangenis mag zetten. En dat is wel een reden om daar, nou ja, of geweldsmonopolie heet dat dan, om daar wat, wat strenger op te zijn dan firma Facebook en Twitter. Ja, maar dat... Maar ja, dat in de aanvulling. Het is ook niet zozeer van, wij verspreiden data, of nu Facebook gebruikt of niet, want Facebook staat op zoveel websites data te verzamelen, die verzamelen data van jou. Maar het is ook heel belangrijk wat ze ermee doen. Jij verspreidt ook een hele hoop data door over straat te lopen. Maar als iemand jouw gangen daar helemaal precies mee volgt, dan is die iemand daar. Dus het gaat niet zozeer om het verzamelen van data, maar dat er altijd iets mee gaat gebeuren. Dus dat de AIVD gegevens verzamelt, is niet erg. Maar dan kom ik bij een vraag van, kunnen de verzamelde gegevens ook in de rechtszaal gebruikt worden? Ja. Nee, dat antwoord is ja. Als toevoeging, wat ik op Facebook of Twitter doe, dat beslis ik zelf. En ik heb ook allemaal plugins geïnstalleerd op mijn browser, op mijn telefoon, dat ervoor zorgt dat ik niet getracked word door bijvoorbeeld Twitter en Facebook, want op heel veel websites staat gewoon een plugin en houden ze precies bij of ik op die site zit, of ik wel of geen Twitter-account heb trouwens. Want ook als je geen account hebt, houden ze dat gewoon bij. Sterker nog, er zijn meer dan 200-300 bedrijven die dat gewoon dagelijks doen met letterlijk al je apps die op je telefoon zitten. Maar het is wel een bewuste keuze. Wat ik op Twitter en Facebook zet, dat is informatie die ik sowieso publiekelijk zet. Ik zet daar alleen iets op wat ik zelf wil. Ik heb die keuze niet met alles wat ik op mijn computer doe. Als ik een e-mail stuur naar een vriend van mij, verwacht ik dat dat tussen mij en mijn vriend blijft. En dat verwacht ik niet dat de overheid meeleest. En daar zit ook een heel verschil in. Je maakt een bewuste keuze om gegevens te delen met één persoon en niet met iedereen. Ik ben het helemaal met je eens. Ik ben het met de hele denkwijze eens. Ik denk alleen dat wij onszelf allemaal zo vaak vergissen in het feit dat wij dan kiezen om iets publiekelijk te maken. Het zij op Twitter, het zij op Facebook, etc. Je weet ook niet wat zij met jouw gegevens doen. Net zo goed als dat jij in de supermarkt op een pakje leest naar de ingrediënten, dan denk je dat dat erin zit. Maar dat denk je alleen maar omdat dat erop staat. Wat er echt in werkelijkheid in zit, dat weet je ook niet. Ik denk, voor de goede orde, zowel Bits for Freedom als Piratenpartij zetten zich in. Komen ook zeuren tegen Facebook, zeg maar. Dus daar kijken we ook zeker kritisch naar. En zeker het idee van, vrijwillig zet je alles op Facebook. Daar valt ook wel weer heel veel op te zeggen. Want hoe vrij ben je nog om dat niet te gebruiken? Maar daar gaat het referendum niet over. Dat zou ik ook willen zeggen, ja. Dit gaat om de bevoegdheden van een ding. Het is alleen zo ook een beetje een bewustwording. Ja, het scheurt wel. We met z'n allen ook de hele dag met die telefoon overstraat, verbonden met het internet, je strooit alles. Je hebt zelf ook de keuze om dat internet uit te zetten, om niet deel te nemen, om niet met mijnoverheid.nl te communiceren, om gewoon een brief op de bus te doen. We kunnen daar zelf ook zoveel aan doen, denk ik. Ik zie een mooi voorbeeld. Mooi voorbeeld is onze piraat uit Enschede, Dave Borghuis. Die heeft dus protest aangetekend bij de gemeente Enschede. Dat je daar gewoon al winkelend en al lopend in het centrum voortdurend in de gaten werd gehouden. En dat daar geen enkele waarschuwing over was. En daar hangen nu bordjes van, let op. Maar Jonathan heeft ons net verteld dat deze informatie ook in de rechtszaal gebruikt kan worden. Kan ik, als ik ergens van beschuldigd word, bij de AIVD navragen of ik onontlastende informatie over mij is? Ja, je mag aan de AIVD gewoon je gegevens opvragen. Daar is gewoon dit erbij voor. Nu is het wel zo, de AIVD heeft een limiet. Alles wat jonger dan 5 jaar is, hoeven ze sowieso niet te geven. Alles wat ouder is dan 5 jaar, dat hoeven ze alleen vrij te geven als er niet meer gebruikt wordt in actief onderzoek. Dus er zitten wel beperkingen aan, maar je mag wel je gegevens opvragen. Het mag in de rechtszaak gebruikt worden, maar nu moet ik wel zeggen, de AIVD is niet bedoeld om criminelen op te pakken. Daarvoor hebben we wet computercriminaliteit 3. En dat is eigenlijk zeg maar het broertje van de WIF. Een andere vraag uit de zaal. Ja, ik ga niet uit. Hey, wat kan ik als gewone burger doen om mij tegen de WIF te beschermen zonder mijn hele leven, online leven op tort te gaan leven? Meestemmen. dat is heel flauw antwoord natuurlijk.
ja, je zou minder internet kunnen gebruiken, want wat je niet op internet doet, wordt ook niet gesleept. Ik denk dat het belangrijkste is dat je politiek actief wordt. Misschien ben je dat al. En mocht dat niet zo'n ding zijn, let dan in ieder geval op de politieke partijen waar je voor kiest. Ik weet niet waar je woont of welke partij je overweegt te stemmen, maar ja, let erop. Want de partijen die bepalen uiteindelijk wat er wel en niet in die wetten komt. Dus dat is ook vind ik een hele belangrijke. En deze mag tegen deze wet. Ja. Mag aangevuld worden wat ik nu zeg, natuurlijk. Is waar je totdat zit de regering. Is er ook iets technisch wat je kan doen? Oh, er is genoeg technisch dat je kan doen. Zelf bijvoorbeeld gebruik je geen Windows. In Windows, in de gebruikersovereenkomst staat gewoon, Windows heeft het recht om je harde schijf te bekijken, om te kijken wat erop staat en dat sturen naar de service van Microsoft. Dat noemen ze telemetry. Dat kan je niet uitzetten overigens in Windows 10. Dat mogen ze gewoon doen. Zelf gebruik ik Linux. Ik gebruik Linux Mint. Dat is voor dagelijkse dingetjes. Dat is heel erg voor de media ingericht, dus ik kan daar mijn spelletjes op spelen, ik kan daar mijn filmpjes mee kijken. En als ik echt mijn privacy wil, ik heb ook thuis gebruik ik CubesOS, dat is weer een heel ander OS. Ik raad je niet aan om dat als beginner te gebruiken, want dan zit je wel echt in, je gaat concessies doen aan de gemakkelijkheid waarin je je bestanden opent. Eigenlijk kan je alleen maar wapenen via de overheid en dat is ook waarom de Piratenpartij meedoet, omdat wij graag via wetgeving beperkingen willen inbouwen en ervoor zorgen dat bedrijven, maar ook de overheid, niet zomaar in jouw leven kunnen komen, maar dat je gewoon vrij bent om te gaan en te staan wat je wilt. Waar je nog naar zou kunnen kijken is de toolbox. Bits for Freedom heeft een digitale toolbox gemaakt met allerlei instrumenten over die je dingen kunt gebruiken om je online veiliger te maken. Er moet bij wel worden gezegd dat het in die zin een beperkte toolbox is, omdat het zich vooral richt tegen online adverteren, commerciële partijen, zeg maar. Het is gewoon wat lastiger om iets te doen tegen de overheid. Ik ga naar een volgende vraag. Ja, ik wil graag weten wat jullie denken dat de reden is dat overheden deze informatie allemaal verzamelen. Er wordt ons verteld dat het is vanwege terrorisme. Maar als je daarnaar kijkt, is dat eigenlijk alles behalve geloofwaardig. Dus wat is de reden dat men op grote schaal burgers volgt, controleert en in kaart brengt? Wat denken jullie daarvan? Het is handig om te hebben. Ze weten nog niet wat ze willen. Wat zij denken is, big data is de toekomst. Als wij maar gewoon alles in een database hebben en we kunnen koppelingen maken, dan kunnen we er algoritmes op loslaten en dan kunnen we vanzelf al patronen ontdekken. Het wordt gewoon echt verzameld om de data te hebben. Wat ze ermee gaan doen, ik weet het niet. En is dat niet een heel naïef standpunt? Ja. We zeggen ook niet dat de overheid slim is. Er zijn meer theorieën over waar de overheid het doet. Er zijn ook theorieën dat bijvoorbeeld eigenlijk het een verkapt economische spionage is. Ah. Ik zeg niet dat ik dit denk hoor, maar om even aan te geven wat er zo wordt gedacht. He, dat eigenlijk overheden bijvoorbeeld de NSA gebruiken zodat Amerikaanse bedrijven beter kunnen beschermen. Bepaalde bedrijfsgeheimen, nou ja, dat ze de informatie kan anders zijn. Dat is een theorie. Andere theorie is dat data wordt verzameld en als politiek ruilmiddel wordt gebruikt. Dus het is als land heel handig om heel veel data te hebben, want dat kan je ruilen met andere landen. Dat is een andere theorie. Ja, in aanvulling daarop spraken we afgelopen woensdag met Arjen Kamphuis. En die werkt nauw samen met klokkenluiders vanuit Amerika en Engeland. En die zegt, ja, theorie, het staat misschien niet door de overheid erkend dat dat op die manier werkt. Maar hij zegt, nou, het is wel door die klokkenluiders op die manier zo in de wereld gebracht. Dus hij zegt, nou, dit is gewoon wat hem betreft feit, zeg maar. Ik ga naar de volgende vraag. Van de Europese Commissie al een tijdje oud. En dat ging over de jaren 90 echelon nog. En er zijn dus inderdaad voorbeelden van dat de Amerikanen hebben bedrijfsgeheimen bespioneerd. Een voorbeeld wat me bijstaat is dat er een patent op windmolens zo eerder ingediend is door een Amerikaans bedrijf, zodat bepaalde windmolens niet naar Amerika geëxporteerd konden worden. En dat het Amerikaanse bedrijf heeft daar inderdaad duidelijk voordeel aan gehad. Ja, je had een volgende vraag nog. Nou, eigenlijk sluit dit wel aan. Wat ik in de media over het algemeen mis aan informatie en mis aan waar mensen zich zorgen over maken, is mensen zeggen, ik maak me geen zorgen, want ik heb niks te verbergen. Maar het gaat vaak niet om de mensen die niks te verbergen hebben, het gaat om de mensen die wel iets te verbergen hebben. En die zijn chantabel.
En daar zijn ook voorbeelden van, want eigenlijk weten we dat overheidsdiensten alles van je weten. Als ze het willen, weten ze gewoon alles van je. En dan denk ik, oké, ze weten dus alles, maar echte grote criminelen die ontspringen altijd de dans. Hoe zou dat nou komen? Terwijl klein bier wordt opgepakt en in de media gebracht en noem maar op. Daar maak ik me zorgen over. En dat is wat volgens mij een veel groter gevaar is. Als ik daar terugkijk, ik heb als kind in Roemenië gewoond. Dat is zo'n 50 jaar geleden. We zijn teruggekomen naar Nederland, dat was in de jaren 60. Daarna ging mijn vader solliciteren en had een goede baan. Hij werd bij de ene baan naar de andere niet aangenomen. Dus hij is naar zijn oude directeur gegaan in Appingedam, waar hij vroeger gewerkt had. En die zei van, Willem, ik mag jou dit helemaal niet vertellen. Maar de BVD toen nog is hier al lang geweest en we mogen jou niet aannemen, want je bent communist. Mijn ouders waren allesbehalve communist, maar we hebben in een communistisch land gewerkt. Achter het ijzeren gordijn, dus. En dat was 50 jaar geleden. En ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat het sindsdien beter geworden is. Eerder erger. En ze weten alles van je. En er wordt van alles geconcludeerd en gedaan. Je hebt daar geen zicht op. Je weet niet wat ze aan het doen zijn, maar daar gaan machinerieën aan het werk. Waar stopt dat? Waar gaat het heen? En mensen denken maar van, oh, het gaat alleen maar om commercie. Maar daar gaat het volgens mij helemaal niet om. Dankjewel voor het voorbeeld. Okay. Dat geloof ik niet naar een vraag leiden, maar ik heb je dat goed aan te maken. Eigenlijk inbrengen, want dat mis ik drie keer. Een andere vraag aan de panelleden. Kom naar je toe. Daarna gaan we ook afronden, mensen, hoor. Want het is al. We zouden tot 10 uur, het is er al overheen. Nou, wat ik me vooral heel erg afvroeg is. Op het moment dat iemand zich schuldig maakt, dan kan de hele buurt afgeluisterd worden. En dan heb je misschien een geloofsovertuiging waar die terroristische aanslag uit is gekomen, dus voor een moslim. En wat nou, als je als moslim in die buurt woont, hoe groot is die kans dan dat jij meegenomen wordt van hé, jij bent ook al een terrorist of zo? Omdat jij je hebt geïnformeerd over IS bijvoorbeeld, noem maar wat, dat maakt dat jij schuldig maakt. Dat vind ik ook een dingetje, want op een gegeven moment dat geloof zou ik uiteindelijk, kan je dan ook niet meer vrij uit in het land, want je wordt gepakt. Heb je een concrete vraag? Ja, nou, hoe ver gaat dat? Kunnen ze je dan pakken op je geloofsovertuiging? Wil iemand daar iets op zeggen? Heel ver. Heel ver gaat het kan zijn, ik weet natuurlijk niet precies hoe de IVD werkt, het kan zijn dat het een factor is, zeker als je bij een buurt woont of contact hebt met die verdachte. Het is een verdachte nog dan waar het over gaat. Ja, het kan, maar dat je vervolgd wordt op basis van je geloofsovertuiging, daar zijn, dat is een heel ander systeem. Maar zijn we nu nog niet in Nederland? Nog niet. Maar is dit dan wel een profiling, toch? Maar er staat iets van bij, inderdaad. Ik heb het doorgespit en de geloofsovertuiging mogen ze niet registreren. Dus als jij van de kerk van ik schiet iedereen dood bent, dan mag je. Ook dat is een andere discussie. Ik doe wel als laatste vraag en dan kunnen we natuurlijk gewoon bij de bar, zolang ze die deur open houden, kunnen we verder praten met elkaar. Maar dan ronden we daarna hier dit gesprek met elkaar af. U heeft de laatste vraag. Mijn naam is Auke. Ik heb een vraag voor alle drie. Welke instanties of groeperingen gaan rechtszaken aanspannen? Ik heb ze niet allemaal paraat. Ik weet dat Bits of Freedom van plan is. TNI. Volgens mij inderdaad Privacy First wordt hier gefluisterd. First, ja. Nederlandse Vereniging van Journalisten. Ja. ICT-zorg. De advocaten of wat? Ja, ik weet dat er eens. Men wacht het referendum af. Men wacht ook de uitslag af. Alleen de verwachting is dat er inderdaad een rechtszaak gaat komen. Die wordt aangespannen door meerdere organisaties over deze wet. Dan gaat via de rechter spelen, zeg maar. En voor de mensen die zich zorgen maken, er is een precedent. In de Verenigd Koninkrijk zijn ook zulke rechtszaken gevoerd en door de overheid verloren, zou ik maar zeggen. Dus die afluisterpraktijken die moesten daar ook van tafel. Dus in die zin is dat redelijk kansrijk. En toen zijn ze uit de EU gegaan. Uit de EU. Ja, maar niet uit het juridische systeem. Dus wij goed. Ik wil jullie allemaal danken voor dat je hier bent. Ik stuur je niet weg, we kunnen zo verder praten met elkaar. Maar ook de sprekers, Leontien, Jonathan en Neftis. Super bedankt dat je hier was. Het laatste woord aan Abraham van de Piratenpartij Friesland. En ook super leuk dat jullie dit georganiseerd hebben. Dankjewel, applaus ook voor Abraham. Ja.
Dankjewel, Rico. Ik zal het heel kort houden, want het is inderdaad al laat. Allereerst dank voor jullie allemaal. Dank voor jullie komst. Ik hoop dat het informatief was, leerzaam was. En ik hoop ook van harte dat de discussie verder blijft gaan. Dat is wel de grootste winst, denk ik, uiteindelijk. Hartelijk dank allereerst aan Rico Brouwer voor de prachtige muziek van vanavond. En dank aan onze drie sprekers, Leontien, Jonathan en Neftis. Ik heb helaas geen bloemen mee, die ben ik vergeten. Dus die komt later, de bos bloemen komt later. Hartelijk dank namens Piratenpartij Friesland. Ik heb er enorm van genoten. Dus. S'avonds laat op de redactie kwam een anoniem bericht. Er was een fotorolletje gevonden, na 20 jaar terecht. Lag bij het bonnetje van Teven en bij wat Halbe Zijlstra zei. Met die nieuwe sleepwet is de bron er gloeiend bij.